Ja, ik spreek een klein beetje Kikongo, hè, maar meer dan Zorba weet ik eigenlijk niet meer. Ja. Ja, inderdaad, die moest ik hem even laten zien. Ik weet niet of ik het hier kan krijgen. U ziet, dat is mijn tattoo en daarop staat Made in Congo. Op de hele eenvoudige reden dat ik dus ook gemaakt ben in Congo. En mijn vader, dat was een leraar economie in Congo, in Matadi. En ik ben daar dus verwekt en ook geboren. En ik heb daar tot mijn 10 jaar gewoond in Congo. Dus eigenlijk ben ik een klein beetje een Congolees. De enige Congolese lijsttrekker en de enige Congolese potentiële burgemeester. Dus ik zou zeggen aan heel de Congolese gemeenschap, stem BDW. Wilt u een Congolees in het schoolverdiep of twee, stem BDW. Ave. Ja, tussen politici kan het altijd ontvlammen, maar dat moet professioneel zijn. En dat gaat over inhoud, dat is niet persoonlijk. Dus je moet dat niet meenemen naar huis, maar soms kunnen meningen heel hard botsen. Wel, de vraag is wie wil er met mij samenwerken natuurlijk. Maar mijn favoriete partner is uiteraard de N-VA. Voor mij moet Bart De Wever en de N-VA er niet uit. Wij moeten erin. Het is belangrijk dat we de linkse partijen weghouden van het stadhuis. En dat Antwerpen rechts kan bestuurd worden. Zoals de vorige 6 jaar, helaas te weinig en niet doortastend genoeg, is gebeurd. Ik vergelijk het graag met de kerstboom op de Grote Markt. Hè. Er zijn wel wat lichtpunten, maar helaas te weinig ballen. En die ballen, daar kunnen wij voor zorgen.